Het Qumran-instituut heeft een nieuwe vertaling van de Dode Zeerollen uitgegeven. Het instituut is een afdeling van de universiteit die zich geheel richt op het bestuderen van de oude teksten. De Dode Zeerollen zijn geschriften van rond de 2000 jaar oud. Ze werden tussen 1947 en 1954 ontdekt in grotten in de buurt van Jericho. De handschriften zijn erg belangrijk omdat ze een beeld schetsen van het oude Jodendom en daarom inzicht bieden in onze joods-christelijke wortels. Dat zijn 2000 jaar oude teksten uit de tijd voor en van Jezus. En ze hebben ons beeld van de Joodse cultuur, de Joodse maatschappij in die tijd, ingrijpend veranderd. En hoe kan dat? Doordat deze teksten uit die tijd zelf komen, wij zijn als het ware met een teletijdmachine teruggereisd in de tijd en zien wat die mensen toen lazen. En voorheen waren we toch afhankelijk van de Bijbelse teksten, die in de loop van honderden jaren door de middeleeuwen heen en tot aan nu zijn overgeleverd met alle interpretaties van dien. In de jaren 90 is de eerste Nederlandse vertaling uitgegeven. Door het voortschrijden van de techniek kunnen onderzoekers nu een groter gedeelte van de tekst lezen. Dit stelt veel zaken uit de oude Joodse wereld in een ander licht. Met nieuwe fototechnieken in, na 95, 96 hebben we meer teksten kunnen lezen. Uh, bijvoorbeeld teksten waarin uh, Noach uh, visioenen heeft, uh, Abraham als magier optreedt. Dat zijn dingen die we niet kenden daarvoor en die zo ook niet voorkomen in de Bijbel, maar wel in deze teksten.